Want ik ben cool. Ik heb Knetter 5. Dat klinkt echt als oud Nederlands gebakken Knetter 5. Hallo en welkom bij Muts. Niet bij Mutrunner, we zijn nu bij Snowrunner. We hebben gewoon Mutrunner uit de wereld getiefd. Mutrunner V2. Mutrunner V2. Ripgeld. Ja, ripgeld. Wat hadden een missie geselecteerd? En ja, dat we was. Naar een plek toe rijden. Farming tools. Alleen waar moeten we heen? Tim, jij hebt de tool meegenomen toch? Waar? You guys there tools. One second later. Wij volgen Kai. Kai, het is geen bumperauto's vandaag. Ja, kan gaan! Ik zit er vast. Konijn doet er. Zit je vast? Oh shit. Wie zit er vooraan? Oh, Tim? Oh shit. Ja. Is die oorlog gewoon wegstuiteren? Moet je mij? Oh, dat is een steen. You shall not pass! Hier naar rechts. Oh! Dat is links. Dat is een paal. Oh, ja, daar gaat jouw bumper. Oké, okay, contract nice. Completed. Dan stop met mijn windshield. Was dat het al? Olaf, jij dat drukt was de contract. Op wet harvest. Bricks, that's what she said. Deliver to farm. Bricks times 2, wooden planks times 2, metal beams times 2. Ik claim de bricks. Ja, succes Tim en Kai. Waar moeten we heen, Wout? Naar de stad. Boop. Oh, dat ik was er doorheen gereden. Broem, broem. Vandalism. Oh. Nee, volg jij mij? Dat ja, is een boom. Dat is geen boom, dat is een huis. Ik ga voor de... Wacht, zou ik anders voor de watchtowers gaan? Ik wil voor de watch... Ik ga voor de watch... Ik en Olaf gaan voor de watchtowers. Wij zijn watchtower buddies. Oh. Tim? Of Olaf? Ja. Ik ben in de Deadly Marshes. Wat? Ik ben blij dat ik de snorkel gepakt heb. Jeez. Volgens mij zijn onze auto's hier niet voor bedoeld. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik heb een snorkel, dus... Hoi Tim! Ik niet. Hello. Drowned highway truck discovered. Wat sta je hier interessant? Show to ass. Je moet je terugslepen. Van weer is deze truck die midden op de weg staat? Oh, die is van mij. Olaf! Jij zei, ga die andere autootje pakken, is sneller. Dus ik parkeer hem aan de zijkant van de weg. You know, hij staat... Nee, dit is niet van jou dan. Hij staat letterlijk midden in de brug. Zijn. Ik ben bij de washpoint. Oh nee, die is wel van mij. Help me, I'm stuck. I'm on my way. Oh hey, zie je mij echt helemaal vastzitten? Ja. Oh, wat de hel! Kun je niet winchen? Oh, ik geef me gewoon objective hunter. Yes, ik ben eruit. Zit ik hier? Ik zit vast nu, dankjewel. Nee, er zijn heel veel logs om aan te winchen. I know. Do it! Deze weg is echt pathetic. Kun je mij... niet meenemen nu? Ding. Oh, wil je dat doen? Ja, laten we dat gewoon doen. Gewoon met z'n tweeën? I mean, sure. Lekker even dikke doekoes nemen zonder de... Oké, Olaf, kom, we gaan terug. We gaan hem trekken met z'n tweeën. Ik zit weer vast. Dat klinkt heel erg verkeerd. We gaan hem uit de modder trekken. We gaan ervoor zorgen dat hij eruit komt en er veel sploes sploes is. Oké. Wat is de strategie hier, Colijn? I mean, moet het dichtbij niet stilstaan. Ten eerste niet stilstaan. Show task. Start tracking. Deliver the drowned truck to farm. Ik doe de linkerkant van de voorkant, doe jij de rechterkant. Nee, je bent nu ja, als ik eerst even zelf uit de modder kan komen. Ja. I mean, ik ga met je zo staan, in de modder zelf. Oh ja, shit. Dit is gewoon te heavy. Hier moeten we volgens mij een hele sterke truck voor hebben eigenlijk. Ik zit hier vast. Ik mag zijn voorkant niet winchen. Kun je mij tegelijkertijd winchen? Kan ik jou winchen en jij dat ding winchen? Nee, succes daarmee, die komt echt niet los. I'm on my way, so nee. Fast in the Colijn. Nee, dangerous game. Yo, there we go. Daar komt hij. Ja, maar we trekken hem de verkeerde kant op. Je moet nou, hem hij is in ieder geval los. Dus we moeten hem... En we moeten terug naar die garage, de er farm daar. Vast, want daar moet mijn oh, kant... Oh, drowned scout truck. We kunnen die misschien die beter doen. Er is een verdronken scout truck. Dus een kleintje. Dat is misschien handig om te doen. Laat deze truck maar hier staan. Want het is gewoon voor ons te... Ik heb de planken trouwens al, Tim. Het is een te grote kok voor ons om te handelen. Hallo! Oh, daar is hij hoor. Kijk, ik heb hulp bij me. Wat very cool van jou. Ho. Wat ik deed? Ik klik de rem. En ik reed niet volle kracht je achterkant in. Take notes, bitch. We zijn er, Olaf. We moeten hier... shit. Olaf, ik zou hier in low gaan. Heb je meer... Ja, Beyonce, we hebben toch benzine nodig? Oh ja, dat is een heel goed punt van je. Zit je vast? Volgens mij
is dat het geluid van iemand die vast zit. Lukt het daar, Colijn? Nee. Het is echt heel diep een vieze modder. Ja, dat zie ik. Het is echt letterlijk gewoon overstroomd daar. Je kunt ook niet helemaal ergens vastklemmen. Deze auto heeft een engine die werkt, dus hij rijdt mee. Wacht, ik kom maar even helpen. Oh, nee, dat is Olaf. Oh, mooi. Oh fuck, dat was een auto, daar gaat mijn engine, Jesus. Oké. Wat moet ik doen? Ja, ik reel je wel in. Like fish. Oké, we moeten nu dat ding winchen. Ik blokkeer jou wel, Olaf. Nee, ik doe het langzamer zeker. Nee, maar nee, doe nou niets. Olaf, Colijn, waar zijn jullie dan? Wij zijn naast de farm. Naast de farm, ja. Wacht, Colijn, stop. Ik trek hem wel hier naar het droge. There we go. We got this, motherfucker. Colijn is een fucking oekel. Oekel, dat woord heb ik ook al zo lang niet meer gehoord. Dat zei je vorige keer dat ik het gebruikte ook, maar dat was echt een week geleden. Nee, dat is oen. Oh, that's move. Move! I'm gonna go save this thing. Waar moeten we dus überhaupt heen brengen? The farm. Oh, ik zit in de ditch. Colijn, help. Yay! We did nice. This. Nice, wel vond het. We gaan allebei naar Kai, Olaf. Oké, we gaan wel Kai pesten. Ja, we gaan Kai pesten. Ik heb mijn sirene aan, maar in ieder geval mijn zwaailichten. Colijn. Ja? Ik zit weer vast. Daar is Kai. Get him! Oh fuck, I'm catching up. Wacht, zodra je hier komt? Laat maar. Waarom denk je dat ik zo langzaam rij? Oh, hier zit ik echt heel veel modder. Ja, waarom denk je dat ik zo langzaam rij? Nee, wacht wel. I'm still catching up. Bye. Volgens mij is jouw auto ook nog gewoon sneller op de weg. I know. Hoe is onze auto, Colijn, slomer dan die van Kai? Ja, hij heeft gewoon gehackt. Ja, Oh. Nee, oh, oké. Dat is weer een mooi Colijn geluid. Dat is veel geld. Nee. Yes. Ik ben gewoon een escort. En niet in de naughty way. Kai, stop. Jezus, is de trailer dus groot. Om deze twee zijn een hele hoop, bla bla. Kijk Tim, ik ben slim en ik doe niet aan bumper kleven, zodat als jij randomly stopt, ik nog tijd heb om te reageren. Kijk, Olaf kan zijn rijbewijs halen. Kai, jij niet. Waarom zijn jullie daar gewoon in een manpile op de weg? Colijn rijdt er tegen een boom aan. Ja. Colijn, jij bent de enige hier met een rijbewijs en je rijdt het slechtst. Ja, maar omdat ik gewoon daarom geef. Wat heb je om te zeggen? Ja, maar yes. Hey Olaf, kom je mij helpen? Waar is de garage bij? Ja, ik kom wel teruggeracen. Wat gaat Olaf doen dan? Ik ga de soyboy redden. Moet ik nog langskomen, Kai? Ja, ik vind het gewoon mijn moral support, is dat het? Ja. Oh shit, je bent snel! Fuck! We are back at the garage. I need repair. Kom naar jullie toe, guys. Nee, Olaf! Roll out! Go kill him! Oh, oké. Protect me! On het bos. On het bos! Come on, het bos! Hij is rapidly approaching, guy. Intersect the target! I'll go get him, boss! Ik zie daar een groot licht. I'll get him, boss! Ik wil heel graag staan, die staan gewoon klein, gewoon checkerboard crashed. Oh, mijn engine is nu echt zo erg gedamaged voor die ene kruis. Nope. I got him, boss! Je maakt er gewoon 180! Oh nee! Draai gewoon om me heen, ik ben al dood. I sacrificed myself. Dit doet alleen maar meer schade. Ik ga je gewoon meeslepen. Oké. Okay. Ik heb wel mijn purpose gesurfd en Colijn echt heel hard geramd. Ja, toch ben jij dood en Colijn heeft nog. Het was een objective failed. Nee, het was een objective failed successfully. Tim, je kan gewoon vol gas geven hoor. Dat ben ik aan het doen. Oh. Deze auto is niet zo sterk. Waar? Gewoon niet. Waar? Fuck you. Oekel. Hier Olaf, als je daar blijft, Tim, ik neem wel mee. Want ik ben cool. Ik heb knetter 5. Dat klinkt echt.
Als oud Nederlands gebakken knetterpijp. Nee, dat klinkt als een oude ziekte. Knetterpijp. Oh nee! Corlijn is hij. Elke keer als ik ooit een gas geef, stapt mijn motor bijna. Mijn auto is voor me echt het heelste van jullie allemaal. Ik heb maar een klein beetje engines gehad. Ja, maar kijk, Flash. Ik heb een target geëliminate. Nou, niet waar, want ik rij nog. Oké, ik heb je, like, erg gecrippeld. Oh, ik ben weer los, Tim. Hier, wacht, ik win Olaf wel. Want ik heb ook all-wheel drive en zo. Ja, ik heb een betere pool, I have been fully repaired. Oh, daar hebben we Tim met de Olaf, we gaan even hard. Ik was net zo fucking repaired. Eng. We hebben het toch in elkaar gecrashed weer. Customize. Frame and Kai, be gentle. Oh, yes, please. Nee. Oh, jezus. Thanks, Tim. Tim! Ik heb een betere turn radius, bitch. Nee, guys, kunnen jullie... heel mooi. Hold up, ik wil dit proberen. Oké, guys. I'm gonna try this. Ah, Colin, je kan geen ding tillen met je autootje. Oké, ik moet dit ding, ik weet niet wat het is eigenlijk. Ik moet hem ergens heen brengen. Wat ziet er zo belachelijk uit? Thanks, bro. Hoeveel damage kreeg jij? 16 of zo. Wat nou? Ik heb al mijn geld uitgegeven aan twee trailers die hetzelfde zijn. Dat is te fucking dom. Ik dacht dat ik hem misschien terug kon callen, maar ik heb er gewoon twee gekocht. Ik vind het hilarisch dat je oprecht met een trailer gewoon echt hartelijk uit kan driften, kijk dan. Auw! Wat was dat nou weer? Nu ik zo achterna word getrokken door Tim, vind ik het goed moment om de video te beëindigen en dan hoop ik jullie dat ik de volgende keer weer zie. Vond je nou een leuke video, laat even weten met een duimpje omhoog en als je het nog wil zien, nou ja, abonneer. En klik het belletje. Nog eens een smart plan, hé. Dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei.